Sociaal incapabele Michiel in samenwerking met Sera. Dag Paljaskes! Sera is de warmste en strafste coöperatie van het land. Met 400.000 vernoten brengt Sera mensen samen via allerlei verbindende initiatieven. Zoals de samenwerking met Vibe. Om beginnende artiesten te steunen in hun zoektocht naar repetitiekoten of hun eerste contract, noem maar op. And nothing else smells like teen spirit! Of de Genereuze Festivals, een project waarbij er een festivalmaatje wordt gezocht voor mensen met een beperking. Haha, superhandig, ik zie alles nu! Of coöperatieve oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals goed en betaalbaar wonen. Bij een wooncoöperatie ben je bijvoorbeeld mede-eigenaar en huur je bij jezelf. Veel succes met de nieuwe woning, Michiel! Bedankt, Michiel! Nee, jij bedankt, Michiel! Graag gedaan, Michiel! Maar nee, jij graag gedaan, Michiel! Of Theo, een plek waarbij jongeren tussen 10 en 20 kunnen binnenstappen voor een gesprek met een therapeut. Gisteren heb ik per ongeluk plastiek bij het restafval gedaan. En ons Kelsey die wil altijd naar thuis kijken, maar ik liever naar de buurtpolitie. Soms dan word ik overvallen door twijfel. Doe ik mijn gele of mijn roze crocs aan? Zalig, zo iemand waar je alles tegen kunt zeggen. Via een KBC-webinar geeft Sera ook tips in verband met duurzaam beleggen. Je moet gewoon al je geld in Fristie steken. Wauw, toptip. Bedankt, beleggingsfonds. Wist je dat je bij Sera een aanvraag kunt indienen om je maatschappelijk relevante project te steunen? Een project dat recent gesteund werd door Sera is Bruzelle. Bruzelle is een project voor meisjes en vrouwen die geen menstruatieproducten kunnen permitteren of een beperkte kennis over menstruatie hebben. Een kleine tip van mij. Met tampons kun je keileuke dingen knutselen, zoals deze tamponi. Sera en Startit at KBC zorgen samen voor het ondersteunen van beginnende ondernemers met beloftevolle projecten zoals Parlangi, een coöperatie die taalleerders en taalmentoren in contact brengt met elkaar. Zo'n tuintje in de rug wil ik ook wel. Ik bedoel dat niet letterlijk, spastekop. Kijk welke stoten Michiel nog allemaal uithaalt in het Engage-magazine.